taalles. Ze doen heel veel activiteiten, doen zij. En dat is heel belangrijk om dat in een wijk te hebben. Breda Nu. Je weet het meteen. Stichting Werk aan de Wijk, een organisatie die zich inzet voor de wijk en mensen in de bijstand, krijgt een tweede kans. Op 20 maart werd dit gevierd met de opening van een nieuwe locatie door wethouder Boas Aan. De stichting houdt zich vooral bezig met het begeleiden en helpen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. En dat betekent dat wij mensen veel hier hebben die al wat langer in de bijstand zitten. En die proberen wij door middel van werkplaatsen aan te bieden, werkervaringsplekken te bieden, weer wat ritme te laten krijgen en ook weer zelfvertrouwen en zelfrespect daarmee terugverdienen. Nu was er in 2017 is er bekendgemaakt dat Werk aan de Wijk in Breda zou stoppen. En dat zou zijn in 2019. Nou, we zitten nu in 2019 en er is een nieuwe locatie geopend, dus jullie gaan toch door? Wij gaan zeker door. Okay. Wat er tussen 2017 en 2019 precies is gebeurd, daar moet ik uit de overlevering iets van vertellen, omdat ik pas 1 januari hier ben begonnen. Maar wat ik wel weet is dat toen het voornemen was om deze stichting te laten sluiten, heeft deze buurt met name heeft ervoor gezorgd om een protest te laten horen. En ze hebben ook gezegd van ja, maar dat kan eigenlijk niet. We hebben een type stichting als Werk aan de Wijk hebben wij gewoon nodig. En die zijn daarop in protest gekomen en hebben er eigenlijk voor gezorgd dat de gemeenteraad van Breda besloten heeft om Stichting Werk aan de Wijk toch door te laten bestaan. Waarom bent u hier vandaag aanwezig? Nou, vandaag hebben we het nieuwe pand van Werk aan de Wijk geopend. Ze hebben een tweede kans gekregen. De locatie waar ze eerst zaten wordt herontwikkeld en ze hadden dus een nieuwe locatie nodig. En vandaag hebben we de nieuwe locatie geopend. En kun je misschien ook vertellen waarom je het belangrijk vindt dat er zo'n stichting als Werk aan de Wijk is? Nou, de stichting Werk aan de Wijk die helpt mensen sowieso uit bijvoorbeeld een uitkering weer een volgende stap te zetten naar bijvoorbeeld regulier werk in de arbeidsmarkt. Maar stichting Werk aan de Wijk die doet ook klusjes in de wijk die niet voor iedereen te doen is. Dus denk aan tuinwerk, denk aan een naaiatelier, denk aan taalles. Ze doen heel veel activiteiten doen zij en dat is heel belangrijk om dat in een wijk te hebben. Welk belang heeft de gemeente hier verder nog bij? Nou, Stichting Werk aan de Wijk is begonnen ooit als onderdeel van de gemeente, al heel lang geleden. Een paar jaar geleden hebben we besloten om Stichting Werk aan de Wijk veel zelfstandiger te maken. Maar goed, dat moet je wel op een fatsoenlijke manier doen. Dus we hebben nu ook de kans gekregen om dat op een goede en professionele manier te doen. Zo.